Hey mensen, top dat jullie weer kijken. We hebben hier onze schitterende Deutsch. En daar hebben we pas geleden mee gereden. En toen heeft iedereen wel gezien dat je keihard rookt aan één kant. Wij hebben toen hij net liep, zeg maar, hebben wij gevoeld aan de cilinders om te kijken welke dat was. En we weten dat deze cilinder, die doet niet mee. En ja, dat kan verschillende oorzaken hebben. Dat zou gewoon een slechte injector kunnen zijn. Maar het zou kunnen dat echt de cilinder zelf kapot is. Dus wij wilden dus eigenlijk even gaan kijken. Dus het plan was eigenlijk om eerst de injector eruit te halen. Ik heb een test erbij. Dan kunnen we kijken dat hij goed vernevelt. En ja, als het dat nou niet is, dan gaan we de cilinder openmaken. Om te kijken hoe het daar eruit ziet. Ik ben bang dat dat het euvel is. Want ik heb al iets gezien namelijk. Dat kan ik wel even laten zien. Kijk, deze is de slechte cilinder en een Deutsch is, deze Deutsch in ieder geval, is een luchtgekoelde motor. En je ziet dat hier allemaal rotzooi op die cilinder ligt. Daar heeft blijkbaar een muizennest gezeten ofzo. En ik vermoed dat die cilinder gewoon te warm is geworden en aangelopen. Omdat hij gewoon niet voldoende koeling had. Maar, misschien is het niet zo erg, dan is het alleen de injector. Dus, ideaal, we hebben mooi op hoogte werken. Zo kunnen we er echt perfect bij, hè? We hebben de leiding allemaal losgemaakt. Dat is de injector. Huppatee. Kijk eens. Daar gaat de brandstof erin en de bedoeling is dat hij daar hier vernevelt. Dan vernevelt hij het in de cilinder. Kijk, en als zo'n injector slecht is en hij vernevelt niet, dan druppelt hij het diesel daar zo in die cilinder. En dan verbrandt hij niet, want het is belangrijk dat die diesel als een nevel erin komt. Zodat hij gauw kan verdampen en daarna verbrandt. Heb je hier nou weer voor apparaat, Milo? Een verstuivertester. Eigenlijk is het gewoon een pompje met de grote meter erop. En dan kunnen we kijken bij welke druk dat hij open gaat en of dat hij vernevelt. Oké. Gelukkig had ik deze thuis staan, dus die is gelukkig niet verbrand. We zijn even binnen gaan staan om te testen. Is goed, hè? Ja, die nevelt goed. De verstuiver is goed, dus dat is helaas niet het probleem, want dat was wel de makkelijkste reparatie geweest. Maar ja, er zit er niks anders op dat we de cilinderkop eraf halen. Dus even kijken hoe het daar binnen eruit ziet. We gaan eerst de uitlaat eraf halen. Dan de inlaat. En ja, dan deze cilinder. Want dat is wel een geluk. Want bij Deutsch zijn er namelijk afzonderlijke cilinders. Dus we kunnen gewoon één cilinderkop eraf halen om erin te kijken. Dus, dat is wel ideaal. Ja, dat is materiaal hoor. Dat was bij alle motors maar... Zo. De binnenkant ziet er een stuk mooier uit dan de buitenkant. Ja, dat ziet er gewoon echt netjes uit. Kijk eens. Alsof het gewoon nieuw is onderhand. Wel hè. Hop, daar hebben we de uitlaat. En de inlaat. Nog wat onderdeeltjes. En kijk eens aan. Bas is ondertussen bezig met het losdraaien van de cilinderkop. En die zit best wel vast, zo te zien. Ja. Deze is los. Oh, er komt beweging in. Alle drie de kopbouten zijn los. Deze is hem. De cilinderkop. Ho, ho, wat een lelle van cilinders toch. Ah, ik denk dat we het probleem al hebben. Hoe is het stuk dan gebleven? Dat is gewoon langs de uitlater uitgegaan, waarschijnlijk. Kijk maar. Er is een stuk van de klep afgebroken. Maar dan zal de cilinder zelf ook wel flink geleden hebben misschien. Kan meevallen, maar dan moeten we even de zuiger voor omlaag draaien. Tja, ja. Nou. Dat kan nog wel eens een goedkope reparatie worden dan. Ja.
Kijk, je ziet daar eens een stuk van de klep af. Die moest eigenlijk ook mooi rond zijn. En ja, daar langs, daar zie je allemaal afdrukjes. Daar heeft dat stukje natuurlijk liggen stuiteren, want dat is verdwenen. Maar heel ver kan het niet zijn, want dan zou het waarschijnlijk in de uitlaat moeten zitten, denk ik dan. Nou, ik hoor wel iets rammelen, maar er komt geen stukje uit. Hier ligt ook allemaal gruis in, dus ja. Ik denk dat je hem gewoon helemaal vergruisd heeft. Zou kunnen, ja. Nou, we willen natuurlijk kijken hoe die cilinder eruit ziet. En daarvoor moet die zuiger naar beneden. En dat kunnen we met de hand doen. Maar we kunnen natuurlijk ook gewoon elektrisch doen. Valt niks tegen volgens mij. Als ik het zo zie. Kijk eens. Zo staat hij netjes. Hij is niet meer nieuw. Hij heeft lang stilgestaan, denk ik. Zit een beetje. Ja, maar als je zo filmt, zie je wel een beetje wat putjes erin zitten. Hij is een beetje rauw. Hier zo. Misschien als we hem een beetje scotchbrite oppoetsen, dat het al een stuk beter is. Ja. Dat vind ik goed genoeg. En Milo, nu zie ik daar een heel gat in die cilinder zitten. Waar is hij eigenlijk voor? Dat is de wervelkamer. Die verstuiver, die spuit je in die wervelkamer en dan krijg je een werveling, een luchtwerveling. En dan verdampt die brandstof beter, hè? Ah, op zo'n oké. Nou mensen, we hebben gezien wat er aan is aan onze deuts. We hebben hem weer even voor zover in elkaar gezet, dat er niet te veel vuil in kan vallen. Daar even de vuilniszak overheen gespannen. En daar ligt de cilinderkop. Die neem ik mee en dan ga ik kijken of ik daar een andere klep voor gevonden krijg. Kunnen we weer in elkaar zetten. Ja, inderdaad. Hey, tot de volgende. Bedankt voor het kijken. Yo, hallo.